Nou, jullie kunnen hier achter mij de berggorilla zien, hier in Oeganda. Het is geweldig om in hun eigen leefomstandigheden mee te kunnen maken en hun expressie te zien. Echt heel bijzonder. Af en toe hoor je een grom en een hele lange scheet. Want ze hebben heel veel grasvorming door al het blaadjes eten, 30 kilo blaadjes per dag. Het is zo bijzonder, je ziet zo'n heel gezin bij elkaar. Dus de silverback en dan de moeders en de jonge kindjes. En zelfs een baby van 3 weken is ergens in het nest met de moeder aan het zogen. Ja, we vonden ons heel erg gelukkig dat we dit mogen meemaken. Ja. Zo dicht bij hem kunnen zijn en een echt leven kunnen voelen en ervaren. Ja, het is ook veel ontspannender dan ik dacht. Ik dacht dat we meer voering zouden krijgen, maar ze zijn nu gewoon in hun chill moment.